dames en heren van de programmering en dames en heren van de marketing. Breek die schuttingen tussen jullie afdelingen af. Luister naar je publiek, luister naar je stad waar je in woont of waar je werkt. En maak met elkaar gezamenlijk een hele toffe programmering voor je zaal waarin je inclusief bent voor je hele stad. Doe dat ook gezamenlijk met je publiek, dus zorg ervoor dat je in ieder geval een aantal mensen hebt waar je mee samenspreekt, waar je je grootste kaartkopers of de grootste liefhebbers van een bepaald genre, breng die bij elkaar, leer daarvan, want daarmee maak je het mooiste programmering voor je stad. Omdat ik vind dat, ik ben zelf hoofdmarketing van een poppodium, maar ik zelf vind mijn programmering de beste marketing. Ik denk dat daar het mee begint. En dan kan je nog zo mooie social media campagnes opzetten. Je kan nog zo mooie posters maken. Maar als jouw programmering in basis al niet lekker is, of niet aansluit op de stad, of niet aansluit op bepaalde liefhebbers van een genre, dan kan je als marketing nog zoveel doen. Maar van een drol kan je geen gebakje maken.